School is iets waar veel pubers liever niet te veel mee bezig zijn in hun vrije tijd. Je moet als puber dingen leren die je helemaal niet wil leren. Wiskunde, Nederlands en geschiedenis. Dan is er maar één conclusie mogelijk. School is saai. Wat gaan we doen? Ik wil dat jullie van papier een brug gaan bouwen. Niet zomaar papier. Je krijgt 30 blaadjes van mij. Je kunt beginnen zoals we dat vroeger ook allemaal deden. Kinderen in de klas, boeken open en aan het werk. Dan weet je zeker dat de helft van de kinderen daar niet ineens voor gemotiveerd is. Zeker niet omdat onze kinderen heel graag doen en niet graag zitten en lezen. Dus wat wij het liefste doen is aan kinderen vragen wat zij nou leuk vinden, wat hun uitdaagt. Ze daarin tegemoetkomen om vervolgens de stap te maken naar wat ze moeten doen. En er zijn tal van voorbeelden van te geven. Wij doen het bijvoorbeeld door met kinderen veel meer sport te gaan doen. Bijvoorbeeld een fietsploeg in stand houden. Ben je lid van de fietsploeg, dan kan dat alleen als je ook je best doet in het leren. Want als je niet overdreigt te gaan, mag je bij ons niet fietsen. Maar dat kun je dus met alles doen. Dat kun je ook met cultuur doen. Dat kun je met taalvaardigheid doen bijvoorbeeld. Je kunt talloze projecten bedenken waarbij je de overstap maakt van wat zij leuk vinden naar wat ze moeten doen. Dat kun je doortrekken naar thuis. Ik bedoel dat ouders een voorbeeld moeten geven als het gaat om hoe je dingen aanpakt. Waarmee je bezig bent en waarom dingen leuk kunnen zijn. Interesses kun je overdragen. Maar je moet kinderen thuis ook honoreren in hun interesses om vervolgens die stap te maken naar wat ze moeten doen. Waarom is het fout om te zeggen tegen een kind, als je huiswerk af is, mag je voetballen. Hè? En niet zeggen, je mag voetballen en als je thuis komt, maak je nog een keer je huiswerk. Die strategie, zo moet het zijn. Als je van school komt, dan moet je ook nog huiswerk maken. Alsof je als puber niets beters en vooral leukers te doen hebt. Oké, ik ga zo meteen weer met jullie de agenda doornemen. Het enige wat je nu moet hebben liggen is je agenda open en een pen om eventueel mee te kunnen schrijven. Want ze laat het vaak lopen. Tot het moment daar is, ik heb 2 toetsen. Dat red ik niet. Zelfs het al een week van tevoren opkrijgen. Te maken, do it, 5.2, bladzijde 57. En dan aan de slag 1 tot en met 4. Nog 1 keer herhaal ik het en dan moet je het genoteerd hebben. Plannen en vooruitdenken is wel iets wat je ze echt mee moet geven. Wat je constant met ze moet blijven herhalen. En het ook op een gegeven moment zelf moet laten doen en dan gaan controleren. Ja, hebben jullie het wel erin staan? Deborah, heb jij... Maar toch moet je het erin hebben staan. Schrijf het gewoon op. Je hebt elke dag andere vakken. En ze zitten nog niet in de structuur dat ze boeken mee moeten nemen. Normaal waren die op school aanwezig. En nu moet je ze van huis mee naar school nemen. Nou, dat is vaak best zwaar. Dus ze leggen een deel in hun kluisje. En aan het einde van de dag moeten ze eigenlijk ook weer alles mee naar huis nemen. Want anders zit je thuis en je moet Nederlands huiswerk maken. En je Nederlandse boeken liggen nog in je kluis. Dus ze moet echt heel duidelijk weten van... Hey, vandaag heb ik deze vakken, dus dat moet ik meenemen. En morgen heb ik dat en dat huiswerk opgekregen. Dus ik moet die boeken ook sowieso thuis hebben, anders kan ik mijn huiswerk niet maken. Dus voor hun wel een hele overgang van de basisschool naar de middelbare school. Ze vragen ook ouders vaak van, nou ga s'avonds met dat rooster naast die schooltas staan. En zeg oké, doe de volgende spullen in je tas. Dan hoef je dat 's ochtends niet meer te doen. Dan heb je 's ochtends tijd voor je haar en 's avonds tijd voor je tas in te pakken. Dus dat is wel waar ze tegenaan lopen. Ik zet het nog even op magister, dames en heren, zodat jullie dat allemaal ook thuis terug kunnen lezen. Nou ja, je zou mee kunnen kijken in magister zo van, joh, laat eens eventjes zien, wat voor huiswerk heb je voor morgen? Oh, nou, ik zie dat je voor vrijdag een grote toets hebt, gaat dat lukken? Hoe zou je dat op kunnen delen, zodat je alvast nu begint met leren? Hoe zou je daar een planningetje voor kunnen maken? Dat je zo meedenkt met je kind, omdat veel pubers beginnen pas op het allerlaatste moment aan. En dan kan het helpen door samen met je kind een soort van planning te maken. En dat ook te controleren. Zo van, joh, is het gelukt? Laat eens eventjes zien. Moet ik je overhoren? En als je merkt dat het goed gaat, laat los. En als je merkt dat ze daar meer hulp bij nodig hebben, dan kan je meer hulp geven. Pubers zijn, nog veel meer dan volwassenen, gevoelig voor complimenten. Sterker nog, complimenten hebben bij veel pubers veel meer effect dan alleen maar lopen mopperen. Geef dus regelmatig complimentjes voor alle dingen die je kind goed doet. Oh, ik wil juist, ik wil de kinderen.
Want het is ook belangrijk om daarbij ook ruimte te hebben voor complimenten. Kijk ook naar wat er wel goed gaat. Sowieso interesse tonen in waar het interessegebied van je kind ligt, is belangrijk. Daar kan je natuurlijk ook die complimenten weer halen. Want vaak is dat ook iets waar iemand goed in is, waar je interesse ligt. Van daaruit samen denken van, hey, waarom ligt hier je interesse? Waar ben je dan goed in en waar kan je dan naartoe? Dat is en mooi om gezamenlijk te doen. En tevens belangrijk om ook weer meningen en ideeën te ontwikkelen. Als je even terugdenkt aan je eigen puberteit en die lange dagen die je op school doorbracht, dan dacht je zelf toch ook, school is saai. En heel gek, maar jouw kind denkt er precies hetzelfde over als jij vroeger. Ik moet het toch